Hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van stier. Lieve stier, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je venus teken. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op hetzelfde liefdespad. Volhouden. Iedereen ook bedankt trouwens voor het abonneren of het volgen. Super dankbaar. Ik groei dankzij jullie en daar ben ik heel blij mee. Dus bedankt daarvoor. Volhouden. Ben je ongeduldig? Er is iets waarin jij vol mag gaan houden, lieve stier. Waarschijnlijk wil je van 0 naar 100. Maar is dat ook waarbij je echt gelukkig wordt? Ademhalen. Ja, dus waarschijnlijk wil je veel te snel. Het kan zijn dat je mag gaan mediteren. Dat je meer rust mag gaan vinden in een bepaalde situatie. Om eventjes gewoon je hoofd leeg te maken. En tweesprong, die is echt glinstering. Dus je staat echt op een tweesprong van... Welke kant zal ik op? Waar moet ik naartoe? Welke keuzes mag ik gaan maken? Eens kijken wat ik mag ontvangen. De 5 van pentakels onderop. Oké, dus er is iets waarbij jij niet tevreden bent in een bepaalde situatie. Maar ga eens kijken wat jouw uitdaging is. Uitdaging voor de stier. Ja. De 10 van zwaarden. Je hebt te maken gehad met betrayal. Of iemand heeft jou in de rug gestoken. Of misschien meerdere personen. Je voelt je niet happy. Dit is een uitdaging. Dit is een eind. Maar het eind is wel een nieuw begin. Maar het kan zijn dat dit nog een beetje pittig voor je is. Bepaalde mensen hebben jou echt niet goed behandeld. En daar heb je nog wel een beetje last van. Wat ik al voelde met die 5 van pentakels onderop. De 10 van pentakels heb ik hier. Je zoekt een soort van stabiliteit, is wat ik zie. En dat kan zijn met financiën, met familie of gezin. En de 3 van staven. Ja, je staat echt op het punt, waar moet ik heen? Zal ik mijn rug toekeren? Of ga ik mij gewoon weer gelukkig voelen? Of ga ik me afsluiten voor een situatie wat mij niet meer dient? Het kan ook een persoon zijn, let wel. Ik kan natuurlijk ook iemand anders zijn energie oppikken. Mocht je voor iemand anders kijken. De 3 van cups, de 3-3, oké. Het kan zijn dat er inderdaad meerdere personen in betrokken waren. Maar het kan ook zijn dat iemand weer iets met je wil gaan drinken. Een leuke tijd met je wil gaan hebben. Ongeduldig, ongeduldig. Iedere kaart of iedere tarot deck heeft weer een andere afbeelding met deze energie. Wat ik met deze energie voel is dat je iets te lang duurt. Waarschijnlijk wil jij dit en kijk jij hier ook naar van, ik wil dit heel graag manifesteren. Ik wil eigenlijk weer iets ondernemen met een persoon, maar het duurt me eigenlijk een beetje te lang. Ik voel me in de rug gestoken. Waarom komt het niet van de grond? Het kan ook iemand anders zijn of haar energie zijn. Let wel. Ja, schaduwwerk. Oké. Dus het kan zijn dat je nog stukjes mag gaan opruimen. Of het is een persoon. Het kan ook een persoon zijn die in schaduwstukjes zit. Die jou triggert. En de aas van munten. Wauw. Oké. Het rad van fortuin, de aas van zwaarden en de karma kaart. En daaronderop nog de page van cups. Verwacht binnenkort een excuus, een waarheid en daarmee een nieuwe cycle. Er wordt karma uitgewerkt en dat zie ik bij heel veel readings tegenwoordig. Maar er is iets waarin jij waarheid gaat krijgen, waarin jij een nieuwe cycle mag gaan starten. Dit betekent vaak wel 100% geluk, maar daarvoor zou je wel oude pijn... Eigenlijk achter je laten. Er komt helderheid in. Iemand is een plannetje aan het bedenken om dus eigenlijk naar voren te komen. Is wat ik zie. De Fool heb ik hier. De Hoge Priesteres. En de Aas van Staven. Wauw. Iemand wil een nieuw avontuur. Maar er spelen bepaalde geheimen die nog niet aan het licht komen. Er was veel passie met de persoon. Dat is wat ik zie. Ik zie hier schaduwkant. En... waarschijnlijk heeft jou dat getriggerd. En waarschijnlijk de persoon ook is wat ik zie. De aas van staven is natuurlijk groei, is passie, is avontuur. En de hoge priesteres samen met de Fool. Iemand is heel intuïtief. Maar wat ik ook voel is dat iemand er soms misschien niet naar luistert. Of iemand mag gewoon geduld hebben in deze zaak. Want er is iets wat tot bloei gaat worden gebracht.
Ja, er is iemand die heel erg een spiegel voor je is geweest. De 9 van cups. En ik zag hier ook nog de lovers. Wow. Of de 2 van cups. De magier. Wat wil jij manifesteren? Eens kijken. Wat mag ik weten over die 10 van zwaarden? Wauw. Gewoon 3 keer een aas heb ik hier. Zal me niks verbazen als de aas van cups ook nog valt. De henkman. Ja, dus je zit vast. En het is voor jou belangrijk, lieve stier, om bepaalde inzichten te krijgen. En niet vast te blijven zitten in jouw visie. Want het kan zijn dat jij soms een beetje stug bent. In het ja, 10 van cups ook nog. Wauw. Dat jij een soort van visie hebt van iets wat misschien onrealistisch is. Of dat je een blinddoek op hebt waardoor jij bepaalde situaties van eenzijdig bekijkt. Wat mag ik weten over die 10 van pentakels en de wereld en de lovers? Ja, zie. Je hebt te maken met een spirituele connectie en een keus. Waarschijnlijk is er een closure geweest of is er iets geweest wat een nieuwe cycle ingaat. Weer karma kaart. Nou, wat ik voel is dat het nog niet voorbij is. Iemand ziet jou als het 10 van pentakels of jij ziet iemand als het 10 van pentakels. Kan zijn dat er een afstand is, maar ik zie iemand van een afstand kijken. En waarschijnlijk wil die persoon, of misschien dat jij het bent, iets van meerdere personen achterlaten om eigenlijk dit te manifesteren. Wat mag ik weten over die 3 van staven? Ja, kijk. Communicatie. Dus verwacht binnenkort snelle movement, communicatie. Dit ligt in het verleden, maar voor sommigen kan het ook in het nu zijn. Verleden, heden, toekomst. Tijd bestaat eigenlijk niet. Ja, kijk, zie. Wat ik zei over de aas van cups. Hij valt er toch uit, de empress. Ja, wat ik voel, is dat iemand niet helemaal eerlijk is geweest over gevoel. Iemand met de 7 van zwaarden heeft mind games gespeeld. En heeft zich eigenlijk beter voorgedaan. Kijk, de 2 van cups. Wow. Ik ga ze even terug doen. Maar ik ga ze zo pakken. Wacht. Maar in ieder geval, dus wat ik hierbij voel, is dat iemand eigenlijk opnieuw wil gaan beginnen. Ik heb hier alle azen nu op tafel. Dus iemand is aan het manifesteren geweest. Of Of spirit heeft geholpen, dat kan ook. Maar in ieder geval is er iets waarbij iemand niet eerlijk is geweest. En het kan heel goed zijn dat iemand dat gaat communiceren. Iemand ziet jou gewoon als de volle cup, als de empress, als de divine feminine energie. En het kan heel goed zijn dat iemand binnenkort gaat zeggen van, hey, zullen we weer eens wat gaan doen? Ik zie hier de 4 van zwaarden. Dus het is wel belangrijk om af en toe gewoon wel de rust te pakken. Het kan ook heel goed zijn dat iemand op jou heeft gewacht en eigenlijk ongeduldig was en uit die rust komt. Dat is een beetje wat ik zie. Mag ik nog meer ontvangen? Ik had het een beetje op de tijd letten. Ja, de zon, kijk dan. Wat ik voel is dat iemand oude pijn gaat loslaten. Oeps, ja, de maan. Geheimen gaat vertellen, kijk dan. En de dood. Wat ik zie is een mega transformatie. Iemand was onzeker. Iemand zat in de rust en wachtte eigenlijk op een soort van antwoord. Of jij dit nu bent of een persoon. Maar wat ik zie is dat iets getransformeerd gaat worden. Iemand gaat zijn schaduwkant laten zien. Of iemand gaat vertellen over zijn of haar geheimen. De ridder van zwaarden, ja. Er komt in ieder geval communicatie aan. Ja, de lovers, kijk dan. En dus, iemand houdt jou in de gaten, is wat ik zie. Of jij houdt iemand in de gaten. Maar wat ik voel is dat iemand een plannetje aan het bedenken is om eigenlijk groei met jou te ervaren. En veel passie, dat ook. Jullie hebben veel aantrekkingskracht. Maar wat ik voel met de ridder van zwaarden, dat het misschien een beetje communicatie kan zijn waarbij dat je eerlijk gaat zijn. Of dat iemand eerlijk gaat zijn, maar let wel, het kan heel snel gaan. Want dit is snelle energie. Eens kijken wat ik nog meer... Ja, en de 2 van cups. Dus iemand wil samenkomen. Iemand houdt jou in de gaten hoe het eigenlijk gaat. En wil eigenlijk de liefde aan jou geven. Oké. Wat mag ik nog ontvangen van dit deck? De kaart. Oeps. De tijd. En ik heb hier, ja, nieuw beginning. Zie, kijk. Ja, geef het wat tijd. Want het kan zijn wat ik al zei, dat je heel snel wilt. Maar hier staat een nieuw begin. Een nieuw avontuur staat je te wachten. Ontvang het met al je liefde. En
Er komt veel passie op je pad. Ja, hoe mooi is deze? Ik wens je al het goed. Doeg!